Het Nederlands elftal heeft zijn openingsduel op het WK voetbal in Qatar gewonnen. Het werd gisteren 2-0 tegen Senegal. De wedstrijd begon al om 5 uur 's middags en wist bijna 4,3 miljoen kijkers, 76% marktaandeel, te bekoren. Een megascore. Maar toch valt het een beetje tegen, vindt kijkcijfer-expert en oud-SBS-baas Tina Nijkamp. Tina spreekt van een voorzichtige start. Oei, kijkcijfertechnisch begint het WK niet fantastisch voor Oranje. Bijna 4,3 miljoen kijkers is veel minder dan voorgaande wedstrijden op een groot toernooi. Zo scoorde de openingswedstrijd van het Nederlands elftal tegen Spanje op het WK in 2014 bijna 7,3 miljoen kijkers. Natuurlijk speelt het vroegere tijdstip mee, maar in 2014 speelde Oranje ook soms rond 18 uur. We moeten terug naar 2010, toen veel wedstrijden heel vroeg in de middag werden gespeeld om vergelijkbare scoren te zien, toen scoorde slechts één wedstrijd onder de 5 miljoen. Om 13:30 'smiddag scoorde Oranje toen 4,2 miljoen kijkers met de openingswedstrijd. 'S avonds om 22:00, direct na de primetime wedstrijd Verenigde Staten-Wales, 1,4 miljoen kijkers en 26%, kon de kijker kiezen tussen de nabeschouwing op NPO 1 of de Oranje Winter op SBS 6. Er keken respectievelijk 969.000, 21%, en 907.000, 20% mensen naar. Tina spreekt van een meer dan fantastische start voor de mannen van VI, het scoort nu al bijna even hoog als NPO 1 op dat tijdstip. Hoe lang zal het duren voordat de VI-mannen meer kijkers hebben dan de WK-nabeschouwing op NPO 1? SBS 6 bood ook het meest bekeken alternatief voor het WK voetbal op primetime, namelijk Chateau Meiland. Daar keken 1,1 miljoen mensen, 20%, naar. RTL 4 bleef met Expeditie Robinson steken op 823.000 kijkers, 15%. Tussen Chateau Meiland en de Oranje Winter in scoorde het vanwege het WK vervroegde shownieuws meer kijkers dan gewoonlijk, namelijk 672.000, 12%. RTL Boulevard had er, deels tegenover Oranje, 587.000 kijkers, 9%. Het gebeurt vrijwel nooit dat shownieuws meer kijkers trekt dan Boulevard. We'll be right back.